Hallo jongens, en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog van Chris en Olivier. En de rest, doe alvast jongens, blauw duimpje omhoog en abonneren zou helemaal geweldig zijn. Want we gaan er weer stevig tegenaan deze gloednieuwe vlog van Chris en Olivier. En de rest, wij gaan vandaag even een lekker dagje door Duitsland fietsen. Dus we zitten ongeveer 8 kilometer van de grens verwijderd van Nederland. En dan gaan we een beetje kijken ja, wat we allemaal tegenkomen. Om het zo te zeggen, het gebruikelijke. En het begint hier bij de prachtig mooie stukje land. Ik ben ook vandaag niet alleen, ik ben weer met onze Nico. Dag Nico. Ja, hoe vind je het nou? Mooie omgeving. Prachtig hè? Lekker rustig. Mm-hmm. Helemaal fantastisch. Nou, dan gaan wij maar weer op de fiets hè? Right. Righty. Jongens, we zijn ondertussen even aangekomen bij dit, bij dit mooie stukje dorp hier in Duitsland. Daar hebben we meneer Nico. Kevelaar zitten we. Kevelaar. 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 Hier een hele mooie fontein. Daar nog wat dingen. Of niet echt. Is ook wel mooi, toch? Hele mooie omgeving. We lopen nu jongens een beetje door de stad heen. Dan gaan we een beetje rondkijken hier. Het zijn allemaal kerken daar. Ja, we wilden even die kerk naar binnen gaan, maar ze zijn er bezig met de dienst. Zou het een beetje onbeschoft zijn om daar zomaar naar binnen te gaan lopen. Het is wel mooi hier, al die bomen. We lopen nu even een kleine tuin hier naar binnen jongens. Zo te zien de tuin van de kerk. Het ziet er wel heel mooi en vredig uit moet ik zeggen. Al die bloemen hier. Nou jongens, tot nu toe hebben we het heel erg naar onze zin. We gaan nu even lekker broodje eten. En we kijken even uit op dit mooie stukje veld eigenlijk. Een beetje heuvelachtig, toch wel een beetje plat, maar goed. Het is toch wel oké eigenlijk hier. Ik vind het leuk. Zo jongens, nu gaat het filmpje van een hele mooie grote eendagsvlieg hier of iets dergelijks. Hij behoort wel tot de familie daartoe, maar hij is toch al bijna gauw 2 centimeter groot. Enorme grote vleugels. Ontzettend hier mooi jongens, moet je kijken. Hier stroomt het water. Ja, als je gaat kanen, het is een mooie plaats hier. Hier zullen ook wel wat grote vissen zitten, denk ik. Aan de overkant, jongens, heb je nog een prachtig mooi landhuisje. Hele mooie natuur hier. En ja, naast het bos. Ja, wat wil je nog meer? Wauw, jongens. We komen echt uit bij een heel, heel erg mooi gebied hier. Het is wel echt heel mooi, zeker dat stromende water. Het zou ook wel een mooie plaats zijn voor ringslangen denk ik. Al de ringslangen, nog wat soorten. We gaan even het bos in. Onderweg heb ik een paar hagedissen gezien. Ik kon niet zien of het levenbarende of muurhagedissen waren. Het waren in ieder geval geen duinhagedissen, want daar hadden ze de tekening voor. Dus we gaan even kijken. Kijken of we weer een paar zien. Ze hebben al een hele goede schutkleur, dus het wordt best wel lastig om ze te vinden. Soms ben je wel 8 uur bezig jongens, voordat je een hagedis hebt gevonden.
Weet je, ik bedoel, het zijn dieren. Die hebben zelf ook een eigen programma, om het even zo te zeggen. Dus de zon gaat nu ook weg. Dus het verkleint toch wel de kans om er een te vinden. Het is wel een heel mooi stukje bos hier, jongens. Ik denk dat ik dit paadje even ga nemen. Het ziet er ook wel leuk uit, dit. Heel leuk, ook wel wat vogelgefluit. Jongens, best wel prachtig hier, maar we gaan een beetje teruglopen. Nou, jongens, we lopen nu even de andere kant op. We zijn er onder de brug door en dan lopen we langs dezelfde rivier, maar dan stroomt het hier nog niet zo heel erg. Nou jongens, nog wel een heel ander mooi dier. Deze hele mooie zeldzame waterjuffer. In Nederland zijn ze heel erg zeldzaam. Maar hier heb je er een. Prachtig. Als die kleur zien. Nice. Even een mooi stukje hier bos in, jongens. Wauw, het is zo prachtig gezegd dit. En ik sta weer in mezelf voor en dan ging eigenlijk dus voorbij, jongens. Ja, levenbarend. Ik kan net zijn lijfje daar zien, jongens. En de staart. Dat het levenbarende is. Ze lopen hier dus vrij veel rond. Ze worden nog wel eens verward met muurhagedissen. Maar ze blijven een stuk kleiner. En ze kunnen niet tegen muur opklimmen. Ik kom hier toch nog, jongens, zo'n mooi stuk uit als deze. Al deze prachtige mooie bomen. Nou, dit is een. Betoverend gewoon bijna. Daar, al die varens zo. Dit is wel leuk. Prachtig. Nou, ik vind het heel leuk, jongens. Hagedissen, mooie insecten. Nog eens een prachtig mooi bos. Wat willen mensen nog meer? Jongens, daar zit er een. Daar zit een duin, het levenbare hagedis. Ik zie hem heel mooi in beeld. Ik had een kleine hagedis genoemd, want ze worden niet groter dan 10 centimeter. En deze hagedis heb je heel veel ontlopen. Volwassen exemplaren, kleine. Deze mist zo te zien zijn staart. En het is ook wel heel interessant gedrag wat hij nu doet. Hij maakt zijn buik platter zodat hij kan zonnen. En dat doen bijna vrijwel al dit soort hagedissen allemaal. Hetzelfde als bij die muurhagedissen. Dan maken zij zo hun buik platter. Wel gaaf om te zien. Prachtig mooi dier, jongens. Ja, deze heeft geen staart meer. Ze kunnen dus hun staart loslaten bij gevaar. Zo heel mooi.